Welkom iedereen, we hebben een let's play van The Legend of Zelda Ocarina of Time. In het volgende deel krijgen we Epona's Song. En in dit deel gaan wij eindelijk naar Death Mountain. Oftewel, we gaan eerst naar Kakariko Village. Ik kan niet wachten tot ik hier snel heb. Voor mij... Nee, ik had toen nog niet de Gorons. Ik had wel toen al Bunnyhood. Bunnyhood kan je volgens mij... Ik heb geen idee of in deze game wat kan krijgen, Bunnyhood. Nee, ik kan wel laten wachten. Waarom deze random brug in the middle of fucking nowhere? Konden ze gewoon geen... Nou, laat maar. Ik ga niet praten over bruggen. Death Mountain Trail. Oké, interessant. En... de beeldtop. Kakariko Village. En zoveel sprites. Die ik al gewoon ook ken. Zo, laten we even kijken. Hey, meneer de circusleider. Ik noem ze gewoon bij de namen. I am the boss of the carpenters that Impa hired to improve this village and make it into a true city. Aha. Mm-hmm. Aha. Oh, wat erg. I know that feeling, bro. I know that feeling. Ik ben nog gewoon een beetje aan het kijken, want op zich ik wil een beetje kijken wat er allemaal is. Ja, oké, nog niet. Mag ik weg? Please, mag ik weg? Dank u. Weg. Nu. Veel beter. Waar kan ik dan toe gaan? Op zich is... Dit is al... Op zich geen grote plek. Hey Angie, waar is café? My cuckoos have all flown away. Ah, natuurlijk wel niet. Yes, stomme... Yes, stomme braadkip. In de pen met jou. Oké, waar zijn andere? Daar zie ik er een. Hoe komen we daar? Laat ik even kijken hoe ik daar kan komen. Maar eerst even al deze mooie deur huizen in. Meen je dit? Oké. Hallo. Zo vaak. Ik heb geen ouders. Ja. Ja, sure. Zal ik zeker doen. Laten we op zoek gaan naar andere kippen, want ik heb geen idee hoe ik dat bij dat stuk moet komen. Oké, dit heeft de kippen niet gereset, dat is mooi. Dat vind ik als een drama dat opeens de kippen zijn gereset. Hier, kippetjes. Kom hier, dan gooi ik jullie soms allemaal in de grill. Samen met Gabra. Ik,
Ik ging van marihuana naar... dit, ja. Oké, was ik weer. Ja. Wat blijkt nou... De kippen zijn op zich wel te doen. Ik hoorde de kip pakken, niet naar binnen gaan, maar ja. Nee. Doei, doei. Dus hoe gaan we het doen? We gaan het zo doen. Please, 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 please. Yes. Ik was vergeten dat je dit met de kip kon doen. Hier rot kip. Hier kip, 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 kip. Oké, dan gaan we op zoek naar andere kippen. Even kijken, even kijken, even kijken. Maar kon je hier zelfs wel komen zonder problemen. Lijkt me alleen zo'n drama. Jan is ook... Kom hier, kip. Kom hier. Kom hier, rotkip. Zo. We zijn kip aan het verzamelen, jongens. Echt een van de meest pointless quests van allemaal, vind ik. Maar ja. Het moet. Ik dacht dat ik mee kip had. Nou ja. Hier, kippetje, 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 kippetje. Oké, even kijken. Dan hebben we 4 kippen, zijn er 6. Laten we eens even omhoog kijken. Oké, dat is helemaal niet gay. Oh. Handig dit. Hey, kom molen. Ja, daar gaan ze. Go around, around, and around, and around. Who loves to go around and around? Oké, veel plezier. Ik ga je helemaal niet tegenhouden daarvoor. Je moet doen wat je leuk vindt. Oké, ik moet denk ik hier omhoog, dan rechts en dan... Ja, oké, moet ik even die weg volgen. Is dat... Wacht even, hier zit ook nog wel een kip. Kip, 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 kip. Heb eens. Oh, dit is echt zo makkelijk zijn met de bunnyhoed. Zo, daar maakt 5. Nog 1 kip te gaan. Ja. Lopen, 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 lopen. Valt echt zo weinig te zeggen. Het is net weinig gebeurd, maar het valt gewoon... zo praktisch weinig te zeggen hierover. Welke fucking deur moest ik nou nemen? Oh ja, ergens daar... Meen je dit?
Er is daar gewoon een zij... Er is daar gewoon een uitgang. Make a lot of money without much effort. Ja, dat is heel slecht. Waarom kan ik niet zo doorheen? Dan kan ik weer de fucking laatste kip. Dan klim ik maar even deze toren. Kan ik even tenminste dingen zien. Laten we even kijken. Waarom moet ik gewoon daar naartoe? Auw. Navi, ik luister niet naar jou. Fuck jou. Ah, maar ik heb een fucking kip daar weer voor nodig. Jezus man, ik dacht dat het fucking easy zou zijn. Beetje kip halen, beetje makkelijk. Oké jongens, ik heb één van jullie nodig. Ik neem jou, echt Engbert. Engbert, ik ga jou gebruiken als helikopter. En waarom Engbert? Ik heb geen idee waarom Engbert. Omdat Engbert een rare naam is? Wie weet. Ah, fucking. Kom op Engbert, je kan het. Kom op Engbert, Engbert, Engbert. Engbert. Super grote sprong. Oké, fuck dit, ik ga... Ik edit het heel veel vooruit, want je weet wat de kip is en als het zo doet blijf ik nog een jaar bezig. Dus tot zo. Daar was ik dan. Laatste kip opgehaald. En ja, dit is echt wel een drama om te doen. Kost even een paar pogingen, maar dan heb je ook iets en dan heb je ook de fucking kippen gered. Van wat? Ik heb geen idee. Laatste kip. Hé, hey. Ik weet wat ik vervelend vind. De apen redden of de fucking kip. Toch even, als ik Majora's Mask vergelijk met Ocarina of Time. Majora's Mask begint veel interessanter eigenlijk. Ja. Last one. Ik tel het al duidelijk 6, mevrouw. Nou ja, fuck Andrew dan maar even. Dan zoeken we later wel even het laatste kip op. Want ik wil eigenlijk nog iets doen. En eigenlijk word ik... Als ik heel eerlijk ben, ik wil alleen maar één ding doen. Deze recording, dat was even die... Hup-lup-hup doen. De... Ba-ba-ba... De kippen redden. Maar ik doe hem over de graveyard erbij. Hé, hey, gozer, wat deed je? Little kids can't go on this heart-pounding grave-digging tour described on the sign. Since I can't do that, I'm just... sorry, dat heb ik gewoon geskipt. I know waarom. Even lezen. En zo wat het nog allerleukst is? Oké, okay, zelfs lullaby. Royals family. Wie is royal? Wie is royal? Prinses Zelda.
en begint meteen te stormen. Ja, het weer vindt dat liedje niet echt mooi. Ja hoor. Op zich mooi gemaakt voor Nintendo 64. Allihoppa. The Royals Family Tomb. Ik vind hem zo'n beetje een rare plek. Ik zie je wel. Dus ik moest alle best gewoon verslaan. Waarom is dan... Wat is dan het punt van die fakkels zie je? Nou ja. Let me niet op mij, Redets. Let me niet op mij. Dit vind ik nog steeds een drama. Ja, ik weet het. Watch out, watch out. Nee, laten we gewoon even hier naartoe gaan. Check. This poem is dedicated to the memory of the dearly departed members of the royal family. The rising sun will eventually set, a newborn's light will fade. From sun to moon, moon to sun. Give peaceful rest to the living dead. This is an interesting poem, huh? Something is inscribed on the tombstone. De Composer Brothers waren Sharp en Flat die ons ook de Song of Storm hadden geleerd. Zo. Nou, huppakee. Drie songs erbij. You've learned the sun song. Wat het doet, waarschijnlijk maakt het alleen maar maakt het de dag of zo en donker. Nacht, nacht. Niet. Oké. Okay. Restless Souls, dus werkt ook op de Redets. Zullen we even zien. De Sun Song. Oké, okay, rechts naar beneden omhoog, rechts naar beneden omhoog. Oké. Okay. Rechts naar beneden omhoog, rechts naar beneden omhoog. You play the Sun Song. Wat doet het met de Redet? Nou, simpel. Het kut hem uiteindelijk. Soort van. Nou, simpel, je brengt ze tenminste stil en dat is altijd mooi. En wat we kunnen nog doen is nog de laatste kip gaan ophalen. Dus ja, ik denk dat we dat gaan doen. Dus ik zie jullie zo meteen weer in Kukkerik Village. Tot zo. Nou was ik weer. Ik zoek me helemaal dood naar de kippen. Wat is de kip wat ik zoek? Staat gewoon bij de fucking ingang. De fucking ingang van dit hele ding staat gewoon een kip. Ik moet me eigenlijk schamen dat ik dit niet heb gevonden. Maar ja, mijn kip is eigenlijk gevonden. Dus nu kunnen we eigenlijk kipnuggets eten. Zou op zich fijn zijn. Hoppakee. Alle kippen zijn gevonden, Andrew. Als je allergieën hebt, waarom doe je dat dan?
Ja, natuurlijk. En nog een bottle. Als een miljoen maskbottles, maar ze vinden ze makkelijk. Maar ja, dan ben je hierbij ben ik dan deel voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En het volgende deel eindelijk Death Mountain. Tot dan.